Het is heel erg verslavend, ja. Achter me heb je het Lauwse Oog en ja, het is een graadje of 10. De wind is enorm en ik heb afgesproken met een surfvereniging. Hey. Fantastisch weer, of niet? Ja, het is fantastisch weer. Het is lekker koud ook. Een graadje of 8, denk ik. En met de wind erbij zal de gevoelstemperatuur ongeveer 1 of 2 graden zijn. Dus het kan zijn dat je onderkoeld gaat raken. Ja, nou, ik voel me al een stuk beter. Ja. Jullie zijn een studentenvereniging? We zijn op dit moment met 150 leden. Dat is veel. Dat is wel redelijk veel. We zijn de derde grootste van Nederland ongeveer. Wat dus eigenlijk de spectaculairste discipline is de wave. En dat is eigenlijk trucken laten zien op zee. In de World Cup, zoals dat dan heet, worden sprongen gemaakt van over de 10 meter. En er zijn zelfs sprongen op video vastgelegd van 18 meter. Daar krijg je punten voor, ja. Het is een kijksport eigenlijk, een jury sport. Het zal nu ongeveer de windkracht 5, 6 zijn. Dit is een beginnersplank trouwens. Hij is vrij breed en niet al te lang. We surfen zelf overigens op andere planken. Deze is een stuk kleiner. Als jij erop gaat staan, bedoel, je bent ook natuurlijk een van de kleinste, dus dan zal die gelijk gaan zinken. Meen je dat nou? Ja. En eigenlijk... Jij zegt gewoon, je bent gewoon te dik. Jij gaat mijn plank klaarmaken. Ja, we hebben allereerst een mast. En die mast die moet dus in het zeil geschoven worden. Vroeger duurde het ook veel langer om alles op te bouwen. Maar tegenwoordig is het allemaal zo gemaakt dat het heel snel op te bouwen is. Oké, behalve dat je heel veel praat. Dit is een Griek. Een Griek dient eigenlijk om vast te houden. Dit is al een periode dat het vrij koud is. Betekent dat ook voor jullie dat het bijna afgelopen is? Nee, we gaan gewoon de hele winter door. Hoe vaak doe je het? En dan heb ik het over surfen natuurlijk. Ja, ja. Eigenlijk altijd als het wel waait, dan zijn we wel op het water te vinden. Ja. En ik denk, dan praat je wel over gemiddeld 2 keer per week. Maar, we schieten lekker op, hè? We schieten lekker op, ja. Zorg altijd dat je de wind in je rug hebt. Sta je zo of sta je zo? Nee, je staat zo. Zo? Ja, en dan pak je het opbouwkoord. En dan trek je die omhoog. En dan moet je zorgen. Het gaat nu al heel goed, zie ik. En je plank moet loodrecht op de wind staan. En die moet je zo eigenlijk de andere kant van de giek pakken. Dus je trekt hem omhoog. En je pakt deze kant van de giek. Oh. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Op het water zal het beter gaan, denk ik. Ja, denk het niet. Nou, wij gaan nu het water op om te laten zien hoe het moet. En daarna mag jij. Oké. Dat is voor ons eigenlijk iets te weinig wind. Ja. Maar ik denk dat het voor jou echt een prima windje is. Mocht je in de problemen komen, even met 2 handen gaan zwaaien. Zodat wij dat zien, dan kunnen we je gaan helpen. Nou, mocht het echt niet lukken dat we je niet meer zien, dan hebben we altijd nog deze. En dit is een stukje vuurwerk wat je kan gebruiken. En als je het gaat gebruiken, dan gaat de KNRM je redden. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ik ook. Oké. Hey, succes jongen. Oh, rustig trekken. Ah, hij zwaait. Het zal wel goed met hem gaan. Mocht je in de problemen komen, even met 2 handen gaan zwaaien. Ah, volgens mij kunnen we gewoon weg. Hoi.